legende in Vraneker. En oma is 74 en die staat als portier bij discotheek Don Pedro in Vraneker. Oma is portier, je hoeft niet te bellen. Goedemiddag. Hé, hey, oma. Dag, Patty. Wat leuk om u te ontmoeten. Ja, en u ook. Mag ik gewoon oma zeggen? Ja hoor, ja, dat zegt iedereen, mag u ook zeggen. Bent u al in outfit? Portiersoutfit? Ja, ja, ja. Staat u zo bij de deur? Ja. U spaart poppetjes, zie ik. Ja, ja. Maar graag, ik vind putsdingetjes vind ik leuk. Ja, de waanzin ten top natuurlijk dat een vrouw van 74 aan de deur van een discotheek van haar kleinzoon als portier fungeert. Dit is Pedro, de kleinzoon van oma. Ja. Wat de oma zegt, oma dacht ik zet wat neer, dan kunnen jullie er makkelijk bij. Ja. Zoek een plaatsje. Vertellen jullie nou eens. We hebben honderden portieren gezien in Nederland. En nou stuit ik op een oma van 74, bijna 75, die aan een deur van een discotheek al 30 jaar portier is. Leuk, hè? Hoe is dit nou zo gekomen? Pedro's vader die... had op het moment geen portier. En dus zei hij, ik moet eigenlijk een portier hebben. Toen zei ik, zal ik het eens proberen? En ik heb het geprobeerd en ik ben niet weer bij de deur weg geweest. Dat was in 69, hè? Dat was in 69. Oma, je bent de ridder in de orde van Lorenz. Ja, ja. Voor 25 jaar. Ik denk dat zij de enige portier is die ooit geridderd is. Waar zit je in hemelsnaam? Met mijn jas en mijn kleren en zo allemaal. Ik heb er 4 kasten vol. En kijk, dit is een grote. Kom maar zal ik je vertellen? Ja? Oh, maar ze zijn niet lekker hoor. Het is een dolle boel hier. Zeg, hoe heb je dat dan gekregen? Ja, door de burgemeester en mijn goed gedrag. Ik zie het. Nou, het fietsje even voor het slot. Op naar de disco. Ja, zaterdagavond, oma werkt. Ja. God, en dat duurt gewoon tot morgen of en tot 7 is zomer. En als de eerste maar 10 uur, 11 uur geweest is, en dan beginnen we weer, we gaan er weg en dan komen er weer nieuwe binnen en dan begint het mooiste. En dan is voor je erom denkt, is zo Halloween. Ja, heerlijk. Het had me nooit overgaan. Zo. Ja, nee, je gaat daar niet, daar rechtuit. Je gaat er recht uit. Tot dadelijk. Doei. Oma, gaat ie goed? Ja, best hoor. Ja? Ja. Voorzichtig aan, hè? Ja, doen we wel. Ja? Jawel. Hand uitsteken, oma. Ja, ik denk. Is Pedro nou nooit ongerust als u zo alleen op de fiets gaat? Nee. Als ik me niet vertrouw en er was wat bijzonder, dan bracht ze me wel thuis. Dan brengen ze me wel thuis, hoor. Ja. Maak het mee in Don Pedro. Hé, hey, oma, kijk dan. Ja, ja. Wat hier allemaal gebeurt in die discotheek. Ja, leuk toch? Hé, hey, vind je het niet leuk? Ja, enig. Patty, je bent welkom. Wat een mazzel. Ik zat er al een klokje te kijken. Welkom. Dit is mijn plekje. Zo. Zit je op die stoel dan? Nee, zit nooit. Aan die kassa? Nee. Hier bij de deur. Goedenavond, meneer. Goedenavond, mevrouw. Eerste dag. Koffie zitten. Dat is niks. Ja, goed zo. Deur met de geweest. Het is 9 uur. Oh, dan moeten we open. Rollen met die geit. Discotheek Don Pedro gaat open. Ja maar. Goedenavond. Dankjewel. Goedenavond. 4 muntjes. Hoe oud zijn jullie? 16. Jullie zijn wat 16. Hallo. Hallo. Hij is een kleur. Ja, ik ben verbrand, zonder bad. Oh, wat in dingen, maar hij is een kleur in houtjes zo'n broek. Oh, en hoeveel mensen zitten er in zo'n tent van 's avonds?
Dat zal vanavond, nou, om 800-900 man zal het zitten. Geen slechte tent. Het is nog beter op de zaterdagavond. 1797 en een nieuwe entrance. Bayazik en sexy. Dank je wel, hè. Welkom in Don Pedro. Waarom komen ze nou maar zo vroeg? Oh. Het is gewoon een fantastische vrouw en we willen haar niet missen. Echt niet. Maar, ik bedoel, je komt binnen, zo ontvangt je gezellig. Je zegt, hoi, hoe gaat het ermee? Dat is gewoon, ja... Je voelt meteen van, de sfeer zit erin. Nou, een beter uitsmijter krijgen we ook nooit weer, natuurlijk. Wat is oma's kracht? Uitstraling. Nou, wat is er nou? Hij is wat bevallen, hoor. Ik heb nog helemaal niks gehad. Dat is meester? Ja. Nou, voor deze keer. Nee. Ja. Ja. Ik ben al bang voor die vrouw. Ik ben een grapje, hè? Ja, dat snap ik al. Anders zegt ze niks. Nee, ja. Waarom mag iemand er wel in en waarom mag iemand er niet in? Nou, als ik denk, nou, ze gaan maar tegen de muur rapen dat apart publiek is. En onze eigen publiek eigenlijk niet. Maar dan gaan ze tegen de muur aan zitten te pissen en zo. Dan denk ik direct al, nou, dit weet ik niet. Dan doe je daar, ja, dat is dus zo. Ja, dat doe je thuis ook niet. Doe je thuis ook niet, nee. Het is rommelig. Ja, ja. Ze is ook eerlijk tegen de mensen. Als er bijvoorbeeld een groep jongens bij de deur staan en die zijn dronken en die willen er niet in, dan zegt ze tegen de jongens en dan meestal ook nog op het Fries, ja jongens, jullie zijn dronken, jullie komen er niet in. En dan lopen ze lachend, lopen ze weer verder, omdat een oud vrouwtje van 74, 75 jaar, die zegt tegen hun dat ze geweigerd worden. En ja, als ik dat zou zeggen, ja, dan heb je dat meteen mis natuurlijk, hè, van nou, wat zal die snotaap nou? Zo doen we ben dat. Je wel eens bang, oma? Nee. Nee. Denk ik moe het weest. Nee? Nee. Stel je nou voor dat jouw oma wat aan de deur zou gebeuren? Ja, ja het risico bestaat altijd natuurlijk. Dus, maar dat vergeef je jezelf als kleinkind toch nooit? Ja, nee, dat... het is haarzelf, haar lust en haar leven. Ja. Ik denk dat ik haar thuis achter de plantjes neer zou zetten in het kamertje. Dat, nou, dan dat vergeet ze mij nooit weer. En ik vind het niet dat, dat ze extreem aan gevaren blootstaat. Nee? Huh? Als zij samen ook niet. Nee, nee, nee. Als oma nou morgen vervangen zou worden door zo'n klerenkast van een bodyguard. Ja, is niks. Ja, anders hangt dat zo'n brede, dan is het helemaal niet leuk meer naar huis. Zo'n klerenkast komt veel agressiever over, hè, in het algemeen. Maar als ze nou, hebben ze u nou nooit bedreigd of zo? Dat durf is nee. Niet natuurlijk. Ja. De laatste ja, keer. Ja, er zijn wel eens wat akkefietjes. Ze hebben ook wel eens een bril van het hoofd afgeslagen of wat andere dingen. Maar ja, dan moet ik een klant echt tegenhouden hoor. Ja. Want dan gaan de mensen ook door het lint als ze dat soort dingen zien. Dus, niet mag roken, nu uitdoen, want anders ben je op tv. Oh, maar durf tegen iedereen alles te zeggen? Ja, zeker. Maar ze kan wel streng kijken. Ja, dat weet ik niet. Heb ik gelukkig nog nooit meegemaakt. Kijk streng tegen me als ik stout ben. Nee, Petty. Jij komt er vanavond niet in. Hoe? Je moet hem een beetje vriend houden, denk ik wel. De ene keer is ze leuk en de andere keer hangt ze je meters de straat uit. Dat is gewoon... Wanneer hangt ze je meters de straat uit? Als ze me de toegang weigert, nou. Maar ik weiger zo vaak iemand bij de deur. Ze konden hier bij mij heel veel vernielen als ze dat wou. Maar ze vernielen hier niks. Nee, nee, want ik ken verhalen van portiers die thuis opgezocht worden. Ja, en, ja. En daarom zei ik, ze vernielen ja, hier niks. Als je hier aankomt, zie je twee tuinkabouters ja. staan. Ja. En ze zeggen, ik zei ze zaterdagavond, zei ik ze weigert bij de deur. En de volgende week staan ze alweer bij de deur, al in een week, ik kom ze tegen. Het is dag oma, helemaal niet kwaad. Als een kerel strengen, dan heb je grote bek. Als oma strengen, dan zeg ik van nou, kijk, dan ga ik naar huis. Ze krijgt respect van iedereen. Het is heel vrolijk. Heel aardig. Ja? Ja. Ja. Oma moet blijven. Ja. Als zo'n andere vent voor de bus, dan kom ik denk ik niet meer. Echt waar? Ja.
wat moeten we nou als oma het niet meer redt op een dag? Gaan we dat dan in deze jongen neerzetten? Als ze 95 is, mag ze met pensioen, heb ik gezegd. Dan wil ik zelf ongeveer ook mee stappen. Nou, dus ja. 20 jaar verder. Dat, ja, ik zie maar. Ik was misschien 56, 57. Toen zei het zijn vader, Pedro's vader dan. Met 70 jaar sta je hier nog bij mij bij de deur. Ik zei, Jappie, waar heb je verstand? Om 70 jaar. Een oud mens van 70 jaar. Nu ben ik 74. Ik sta nog bij de deur. En ik wil niet bij die deur weg. Ken